Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met iets kerstigs, zullen we zeggen kerstigs. Normaal gesproken, de laatste paar jaar weten jullie dat ik de week voor kerst altijd wat kerstbieren review. Ga ik hier in mijn kersttrui zitten, een hele minkmak. Ik kom er dit jaar echt niet naartoe. Het is gigantisch druk. En het is het gewoon even niet geworden dit jaar. No biggie, de reviews gaan nog wel gewoon door. Maar gewoon even niet bij die kerstthema's. Kerstboom staat daar wel trouwens. Maar, als ik een bier krijg met deze naam... Dan wil ik hem toch even als een soort van kerstbier er tegenaan gooien. Het is een bier van Brasserie L'Agence. Het is een Vintage Quentin 2019. Die 6 maanden gerijpt heeft op cognacvaten. Ik ben benieuwd. 10,5% aan alcohol. Houdbaar is tot oktober 2024. Ik kreeg dit bier onlangs in een leuke biermail van Kevin. Die heeft dit jaar 2 biermails gestuurd. En een van was deze. En ik zei ook tegen hem, deze wil ik even rond de kerst uitbrengen. Nou, het is vandaag 19 december, dus we zitten echt een paar dagen voor kerst. Ik vind het een hele leuke flesvorm trouwens. Ik heb iets met deze flesvorm, ik vind ze super gaaf. Het is een winter ale. Ja, dat kun je op heel veel manieren interpreteren wat een winter ale is. Maar dat is het in ieder geval volgens Untappd. We gaan eens even kijken. Ik doe hem voorzichtig open. Ja, dat gaat allemaal nog... Net niet goed. Oeh, er stond een leeg blikje van een bier dat ik net gereviewd heb. Dus ik moet hem even... Hij kwam al wat omhoog. Ik had dit een beetje verwacht. En ik zal zo vertellen waarom. Ik schenk hem voorzichtig uit. En dan zetten we hem hier. Ik heb hem even heel raar vast, want ik moest echt heel snel bewegingen maken. Want ik duwde dat glas bijna om. En nou ja, toen liet ik dat blikje vallen. Het zal allemaal... Het blikje was leeg gelukkig, dat scheelt. We zetten hem neer. Waarom had ik dit verwacht? Ik probeer het zo min mogelijk met bieren die ik ga reviewen. Van tevoren te kijken wat er gezegd wordt op een taart. Ik zag bij dit bier toch wel een paar opmerkingen langskomen over dat mensen hem zuur vonden. Dat kan verschillende dingen betekenen. Nou ga ik er niet vanuit dat dit vanuit zichzelf een zuur bier is. Ik krijg er nog geen rare, van een afstandje, nog niet echt iets dat ik denk, dit is zuur, maar wie weet als ik mijn neus erin steek. Maar stel je voor dat er een paar mensen een geïnfecteerde fles hebben gehad. Of dat de batch toch helemaal geïnfecteerd is geweest. Dan kan die actief zijn. Hij kwam er een klein beetje uitzetten. Daarom was ik voorzichtig met openen en... Had ik dat al een beetje in de gaten. Maar het ging allemaal nog goed. Alles is in het glas gekomen. Wat we hier hebben is een behoorlijk helder, amberkleurig bier. Hele mooie ambere kleur. Met een beetje een soort van beige gekleurde schuimkraag. Die behoorlijk aan het verdwijnen is. Wat op zich niet zo gek is voor een barrel-aged bier. Van 10,5%. Bijna geen koolzuur. Dit is een glas met zo'n agitator onderin. Waardoor je een beetje extra koolzuur moet krijgen. Ik denk normaal niet zo'n grote liefhebber van. Maar het is wel een mooi glas om een bier als dit uit te drinken. Winter ale, ja, je verwacht wat warme kruidige tonen, wat karameltonen, dat soort dingen. Door die cognac verwacht je misschien wat extra richting wat fruitig, druivige tonen. Een beetje eiken en dergelijke. Misschien wat vanille. Laten we gewoon eens even kijken wat hij doet in de neus. Kevin, bedankt voor het opsturen, kerel. Ja, het heeft een zuurtje. Je kan er niet omheen, het heeft een zuurtje. Lang niet zo intens als dat ik sommige mensen dat hoorde noemen qua de neus. Dat ik denk, oh mijn god, dit is echt super geïnfecteerd en helemaal zuur. Maar het heeft een zuurtje. Ik neem maar dat het bij een bier als dit niet de bedoeling is geweest. Maar dat hoeft niet meteen naar te zijn. Kijk, in principe vanuit alle grote oorsprong waren vroeger bijna alle bieren hadden een zuurtje. Het had gewoon die wilde vergistingen. Dat is hoe men er op een gegeven moment achter kwam. Dat het ging vergisten door gewoon het spul aan de kant te zetten. En ineens had je alcohol. Om het even heel kort te vertellen. Het is een iets langer verhaal. Maar dat is, that's the gist of it. Gist? Oké. Okay. Anyway. Als er iets niet helemaal 100% goed gaat, een infectie, een verkeerde yeast strain, wat bacteriën in een vat, als je het vat rijpt en dergelijke, dan kun je dus wat zurige tonen krijgen. Soms, ook al is het niet de bedoeling, kan het nog best lekker zijn. Ik heb een donkerbruin vermoeden, zoals ik het hier ruik, dat het nog wel eens het geval kan zijn. Ja, je krijgt inderdaad een soort van mooie kwaliteit fruitige azijn. Je krijgt inderdaad richting een wat fruitig azijn krijg je een soort van zuurtje. Dus op een mooie kwaliteit. Het is niet een naarzuurtje voor mij betreft. Ik krijg nog niet heel veel meer. Dat is niet een heel expressief bier. Je krijgt wat moutzoetigheid. Je krijgt wat tonen die doen denken inderdaad aan een wat wrangere. Cognac is natuurlijk gebaseerd op druiven. Je krijgt inderdaad ergens wat tonen die doen denken aan een soort wat wrangere. Licht verzuurde wijn.
En dat is trouwens smaak en dat is interpretatie. Hè? Ik kreeg net van iemand een leuk bericht. Ik ga geen namen noemen, maar iemand die ik ken had contact gehad met iemand na een post op Facebook. Hij had op Facebook gezegd, dit bier smaakt naar. En die persoon zei, nee, het bier smaakt niet als, want dat kan niet, of smaakt als. Het smaakt niet als, want het is bier. Het kan er niet naar smaken, dat kan jou associëren als. Ja. Fucking semantics. Je snapt wat je bedoelt als ik zeg, het komt voor mij over als. Is het zure wijn? Natuurlijk is het geen zure wijn, het is een bier. Maar zo associeer ik het. Als je dat continu overal zo moet uitleggen, gaat het nog wat worden. Ergens in de verte krijg ik iets dat misschien een beetje op eiken kan lijken. En misschien ergens in de verte iets dat... Het komt een beetje abrikoosachtig over, gek genoeg. Maar dat is wederom persoonlijke interpretatie. Het is best een grappig bier. Hij ruikt helemaal niet verkeerd. En als ik dit zo had gekregen als iemand zei, dit is een soort van wild ale. Dan had ik het ook helemaal geloofd. Of een sour ale. Dan had ik het helemaal niet verkeerd gevonden. We gaan eens even kijken wat hij goed kan smaken. Kevin? Tja, thanks. Dit is absoluut niet, denk ik, wat de brouwers bedoeld hebben toen ze dit bier maakten. Maar ik kan je vertellen, ik vind hem lekker. Ik vind hem echt lekker. Het is een mooi... Je krijgt echt net als bij bijvoorbeeld iets richt... Het heeft associaties naar bijvoorbeeld een Vlaams oud bruin. Zoiets als dat. Flemish red. Dat je dus... bruin, dat soort bieren. Vlaams rood, Vlaams bruin. Je krijgt dat moutzoete. Je krijgt een soort van mooie hoge kwaliteit azijnzuurige. Je krijgt inderdaad een wat droge tonen van eiken. Er zitten wat fruitige tonen in. Voor mij komen ze half richting wat abrikoos, wat gedroogd fruit. Een beetje dat vijgedadels verhaaltje, heel subtiel. Je krijgt een beetje dat druivigachtige van die cognac. Ik denk inderdaad dat het een geïnfecteerd bier is, maar op een leuke manier. Ik vind hem helemaal niet verkeerd. Ik vind hem lekker. Ik geniet hier wel van. Dit zijn bieren qua... Als ik dit ingeschonken kreeg blind en iemand zei, joh Thomas, we hebben het hier over een Belgian sour ale. Dan had ik het geloofd. Ja. Nee, ik ben ervan overtuigd dat dit niet de bedoeling was. Ik kan me niet vertellen dat als je wanneer over een winter ale praat, een warming winter ale op cognac gerijpt, dat je dan een zuurig bier... bedoeld. Maar het werkt. Het werkt, punt. Kriebel in mijn keel hoor. Het werkt. Ik vind hem lekker. Het is niet het meest expressieve bier wat dat ooit betreft. Ik in de stijl van winter ale, barrel aged, ja, ken ik veel beter. In de stijl van sour ales, wild ales, zijn er bieren die ik intenser misschien beter vond. Maar voor wat het is, voor wat ik in mijn glas heb, gewoon puur even alles daarvan weghalen van wat het zou moeten zijn en wat het uiteindelijk is geworden. Ik vind het lekker en uiteindelijk is dat toch altijd het belangrijkste. Vind je dat lekker, ja of nee? Dus is het, ja, nee, ja, ik geef het eerlijk toe. Het klopt niet. Het is niet wat het had moeten zijn. Maar het is wel iets wat ik met plezier opdrink en dat ga ik ook zeker doen. Gewoon een lekkere sour ale. Zo zie ik hem. En ja, misschien dat Kevin nu kijkt en dat hij denkt, oh, maar dit had ik helemaal niet bedoeld. Dude, I am totally okay with this. Ik vind dit leuk. Het is een gaaf flesje. Het is een mooi etiket. Ik bedoel, ik denk dat dit flesje uiteindelijk hier wel ergens, zij het in deze of in de nieuwe wand, ergens gaat verdwijnen. Ik ben helemaal okay met wat ik hier drink. Dus ik ben heel dankbaar dat je dit gestuurd hebt. Ja. En dat was hem wel voor deze review. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ik hoop dat je hem leuk vond. Kevin, want ja, jij bent degene die het bier gestuurd hebt, dus ik hoop dat je genoten hebt van de review. En ik vraag me af, als je dit bier gehad hebt, wat jij ervan vindt. Of je erin terugvindt, of je denkt van, hé, ik heb precies hetzelfde. Of dat je zegt, hé, ik had helemaal geen zure noten. Laat even in de comments weten. En dat was het voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox vind je links naar al mijn social media. Een link naar de Dutch Beer Collective en een link naar mysterybeer.nl. Laat eens wat comments achter.
Als je dit bier kent. En wat je favoriete winter ale is, je favoriete winter warmer. 2 seconden nog, want... Ja, licht iets van spices, specerijen. I like it. I'm okay with it. I'm happy with it. Dankjewel, Kevin. Ik zie jullie allemaal bij een volgende review en tot dan. Proost.